Ja, sorry, hier worden, maar holding shit, dat kut holding met die gasten komt er op die een of andere manier ook een beetje letterlijk weer uit. Spaar me de details, mijn zoon, en ga verder. Mijn excuses, eerwaarden. Wel, ik wilde eigenlijk nog geen tweet doen waarmee ik al die vogelkeers van Zuid-West-Vlaanderen een beelder pietje aan. En eind augustus kreeg ik het ideale telefoonsje. Ja, hey, dit is hier Koen. Moet ik je wat weten? Ik sta hier op het kluisendok en kan hier juist een juveniele morinaalplevier van mijn voet. Ik heb er eerst een fotootje van getrokken en ik heb hem toen gepakt, want ik pijs dan hier. Dan kan je dat wel mee doen, hè? Ja, is het waar? Is het toch een kastaarde, vent? Allee, ik kon hem toch een keer komen brengen. Ah, hij gaat erom komen, ah, nog beter dat. Oké, tot ze biedt, hè? Salut, hè? Dus ik met die morinel plevier naar de gete bar. Op een prachtige vroege nacht in de vakantie. En kom je over school en de strut naar de ton te kapalen. Maar tot mijn grote verbazing kwam er die nacht maar twee gasten talen op die gittebar. Twee schoolmeesters toen nog wel. Maar, Cossance, zal hem hoeveel appen zien. En zal er bellen en sms'en naar al die andere listers van Zuid-West-Vlaanderen. Maar tot mijn grote verbazing wouden zelfs die kassen komen, waar die liever gedisciplineerd wilden verder werden. Versta je dat in woorden? Zwart, de lange lasten kwam er van alle kanten auto's op erin. We moeten een keer pezen wat er toen gebeurde hier worden. Die schoolmeesters, hè, zijn die in een morinaalplevier verjaagd, maar voordat al die andere kosten uitstaan. Kost het bekans niet geloven, maar dat is zo. Zwat. Ben er toen al mee gestopt. Dat was mijn laatste stoot dat ik met die gast niet had. Ben je zeker, mijn zoon, dat dat alles is? Ja, ik moet wel toegeven dat ik vroeger, weet je nog een keer, op de kapot van de secretaris in Notto gekotst ben. En dat ik, weet ik, elder een Johnny Award ontvoerde. In dat geval zit er niets anders op dan een tournee-generaal te geven op de volgende Johnny Award. Als je tenminste belooft van het nooit meer te doen. Eerwaarde, dat beloof ik het minister-communicantenzieltje. Ga dan in vrede, mijn zoon, en doe eerst nog een weesgegroetje groetje en een Onze Vader. Merci, eerwaarde. Ha 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 ha!